ben gisteren gebeld door een goede vriend van me. En die heeft een restaurant in Amsterdam. En die heeft een aantal mensen in dienst, waaronder wat van die jonkies zoals jij. En die betaalt hij 20% boven het minimumloon. Komt er eentje naar hem toe en die zegt, ik heb meer geld nodig. Waarop hij zegt, nou je werkt 3 dagen, dan ga je toch 3,5 dag werken, dat kan. Zegt hij, nee dat ga ik niet doen, dan neem ik ontslag. En weg was hij. En met hem nog iemand. Kijk, en dat is nou wat er mis is met jouw generatie. Schei toch uit. Schrijf het gewoon lekker op en ga lekker tikken met 2 vingers. Echt, kijk wat voor verwarmde puin op jullie hier achterlaat. Jullie denken alles beter te weten. Zie, moeilijk om te reageren op wat ik net zei? Ach, hou op zeg. Hallo, 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 hallo. Dit kan beter. Dit kan beter. Of niet? Dat gekissebis kunnen we op een andere manier doen. En wel op een diepdemocratie manier. Wij gaan het niet gevoerde gesprek voeren, want blijkbaar hebben jullie een heleboel te zeggen. Er zit een heleboel onder water, waarvan ik denk, nou laten we dat meer in een onderzoekende manier gaan doen. Zijn jullie daartoe bereid? Ja? Okay. Ik waarschuw jullie wel, het wordt geen zachtaardig gesprek. Het wordt ongenuanceerd, je gaat alles zeggen. Zijn jullie daartoe bereid? Zeker. Ja, goed plan. Ja? Ja, zeker. Okay. Kan ik wat ondersteuning krijgen van beeld of een klikkertje? Ja, dank je. Wat we gaan doen is het, wat je noemt, het niet gevoerde gesprek. Ja, geef mij dat klikkertje maar. Dankjewel, Jit. Ik wist niet dat jij hierbij zou stappen, maar nou, ik begrijp dat dat nodig is. Ik dacht, dit kan ik niet zo laten. Ik voelde echt gewoon wat irritatie. Ik dacht, moet nu gewoon even optreden. Maar, wat we dus gaan doen is het niet gevoerde gesprek. Dat is het onderstroomgesprek. En jullie gaan zometeen eerst even afspreken hoe je dat gaat doen. Het is een begeleid gesprek, ongenuanceerd begeleid door mij. En de eerste stap is dat we gaan afspreken, wat zijn de regels bij zo'n onderstroomgesprek? Hoe kunnen we een ongenuanceerd gesprek voeren, alles zeggen en ons toch veilig voelen? Ja, dus we gaan veiligheidsregels afspreken. Vervolgens gaan we wat je noemt pijlen gooien. Chris noemde het al. Dat betekent dat we de ander gaan aanvallen en gaan vertellen waarom het een stom idee is om vanuit een pensionado perspectief naar de wereld te kijken of vanuit het Gen Z perspectief naar de wereld te kijken. We gaan vertellen dat het een heel slecht idee is en je gaat alles vertellen tegen Frank, waar je net al een beetje mee begonnen was, maar we gaan het nu gereguleerd doen. En zo gaat Frank, als jij bent uitgesproken, ook alles zeggen. De derde stap is dat we gaan reflecteren. We gaan even kijken in de stilte, wat heeft er nou geraakt in alles wat we allebei gezegd hebben? Ja, je kan verrast zijn of pijnlijk geraakt zijn. En vervolgens gaan we kijken, ja, nu we dit allebei van elkaar gehoord hebben, hoe gaan we daarmee verder? Yes? De veiligheidsregels. Die ook? Ja. De eerste regel is, niemand heeft monopolie op de waarheid. Dat betekent dat jullie bereid zijn voor de duur van het gesprek je overtuiging van wat waar is in de ijskast te parkeren. Ja? Dus er zijn meerdere waarheden mogelijk. De tweede regel bij het niet gevoerde gesprek is, we doen dit om de relatie op zijn minst zo te houden, maar liefst ook nog te verbeteren. Ja, dus je bent bereid het gesprek aan te gaan. Je kan ook weglopen, maar als je hiervoor kiest, wil je de relatie verbeteren of op zijn minst zo houden. En kunnen jullie daar trouwens ja tegen zeggen? Kan je ja tegen zeggen hier tegen? Ja, ja. Ja. Ja, ja, zeker. En ook ja, ja. Dat er meerdere waarheden mogen zijn? Ja. Ja. Okay. En de derde regel is dat je bereid bent over jezelf te leren. Kan je hier ook ja tegen zeggen? Zeker. Dan gaan we starten. Ja? Nou, laten we bij jou beginnen, Julia. Ik schuif een beetje naar achteren, want de pijlen die, gaan over en weer. En ik wil niet echt geraakt worden. De pijlen zijn ook niet bedoeld om in het midden neer te ploffen. Hè? Dus je mag echt een beetje vals worden richting Frank. Echt. Als je dat niet bent, dan zeg ik, word maar wat verneiniger. Helemaal goed. Dat zal ik ook doen. Oh ja, ook. Hè. Volgens mij heb je geen aanmoediging nodig. Jullie hebben mijn toekomstperspectief afgenomen door deze wereld naar de knoppen te laten gaan. Door beleid wat jullie jarenlang hebben gevoerd. Ik zie de hoop niet meer. Jullie zitten lekker in jullie verwarmde koophuis. En ik weet niet meer wat ik heb. Oké. Frank, als je de neiging hebt om te reageren, bedwing die neiging, hè? Want je mag alleen maar luisteren. Goed. Was jij uitgesproken? Jullie denkbeelden zijn vastgeroest. Jullie willen niet meewerken. Jullie staan niet open voor verandering. En jullie nemen mij niet serieus. Oké. Nou, dan gaat Frank. Julia, jij mag alleen maar luisteren. Je reageert niet.
Weet je, die generatie van jou, hè, van die rubber tegelkindertjes, opgevoed door curlingouders die alles netjes hebben schoongeveegd. Jullie kunnen gewoon niet met tegenslag omgaan. Ja, het is emotioneel uitgeput raken van een beetje werk doen. Volstrekt disloyaal, hè, als je ergens werkt. Gewoon moeilijk om kunnen gaan met kritiek. Het is echt, onderzoeken wijzen ook uit, hè, werkgevers grootste moeite hebben met mensen uit jouw generatie. Als het niet bevalt, stappen ze op. Dus echt fucking lastig om mee te werken. Oké, okay. Duidelijke taal. Ja, is er nog iets wat je wilt zeggen? Je mag alles zeggen, hè? Hou je vooral niet in. Wat zou je zeggen als niemand luistert? Als je alleen bent. Ja. Het is tijd dat jullie een stukje doorgeven en ons ook een keer de ruimte gaan geven. Jullie zitten zo vastgoed in te denken dat jullie alles dus beter kunnen. Jullie printen je mail uit om het in de archieven te verstoppen. Ja, dit gaat zo niet langer. Weet je, jullie zijn... Mag ik al? Ja, je mag al. Jullie zijn zo opgevoed, hè, en zo opgegroeid dat alles moet gelukkig zijn. Alles moet een roze Instagram-plaatje zijn. Je kunt absoluut niet omgaan met tegenslag. Als er een beetje tegenslag is, dan ga je hup, dan ben je weg. Dus wat moeten we nou met jullie? Maar wie heeft ons opgevoed? Ho. Steven! Frank was nog niet klaar. Ja. Dus we gaan alleen maar nog even luisteren. Ik wil nog wel even kwijt. Het is gewoon, wat mij betreft, ik bedoel, ik vind je aardige meid, maar het is lost generation. Het is echt eeuwig zonde. Oké. Nou, dat klinkt ongenuanceerd. Kom maar. Ik ben niet verantwoordelijk voor het neerleggen van die rubberen tegels. Ik zat toen nog, ja, met de speen in mijn mond. Jullie hebben die rubberen tegels daar neergelegd en vervolgens gaan jullie zeiken dat wij zo ons leven leiden. Ik ben daar niet verantwoordelijk voor. Ik ben het eindproduct van jou. Oké. Okay. Alright. Nou, Frank, kan je hier nog overheen? Ja, ik mag er natuurlijk niet op reageren. Nee, zeker maar... niet. Maar je mag wel vertellen wat je op je hart hebt. Ja. Ja, ik... Misschien is alles gezegd. Ja, misschien is alles al gezegd. Oké. Okay. Nou, jullie hebben alles gezegd. Vanuit je eigen standpunt, vanuit je eigen referentiekader en ervaringen. Nu is dan het moment gekomen dat je gaat reflecteren. En even de tijd neemt en bedenkt in alles wat er gezegd is. Door Frank, of door Julia, door mijzelf of door de ander. Wat heeft mij geraakt? En je kunt op twee manieren geraakt worden. Je kan verrast zijn van, oh, zo had ik er nooit naar gekeken. Of, oeh, deze kwam wel binnen. Ja, dus wat heeft je geraakt? En vooral nog, wat zegt het over mij? Wat betekent dit voor mij, dat ik hierdoor geraakt ben? Nou, ik word als facilitator zelf geraakt, ook in jullie gesprek. En ik ben nu geraakt door, je print alles uit. Ik zit tussen jullie in qua leeftijd, maar, en ik ben dan dichterbij, Frank. Maar je print alles uit. Dat staat voor, je loopt eigenlijk nog een beetje achter. En het geeft me houvast en het geeft me zekerheid. En die heb ik naarmate ik ouder word wel nodig. Maar wat het voor mij betekent is dat ik misschien te veel vasthoud aan wat ik zelf ken. Dat ik mijn eigen veiligheid zo wil vastleggen dat ik te weinig meebeweeg met alle nieuwe ontwikkelingen. Dus, nu stel ik die vraag aan jullie. En nou, denk er maar eventjes over na. En als je zover bent, mag je laten horen wat heeft je geraakt en wat betekent het voor jou? Wat zegt het over mij? Ik denk wat mij geraakt heeft is dat je zegt, je bent niet loyaal aan je werk. Maar wat mijn gevoel zegt is, als ik weg ben bij mijn werk, dan ben ik de volgende week alweer vervangen. Dus misschien wat ik daarmee realiseer is dat ik meer waardering nodig heb voor wat ik doe. En dat ik niet vervangbaar ben. Dankjewel. Ja, wat mij wel raakte is dat je zegt dat ik de wereld als een puinhoop achterlaat. Wat ik wel heftig vind, want ik heb kinderen van begin 30 en die hebben weer kindertjes. Dus ik heb kleinkinderen die
nu 1,5, 2,5 zijn en misschien wel 100 worden. En ja, in wat voor wereld groeien die op? Dus ik realiseer me dat ik daar misschien wel iets meer in te doen heb dan wat ik nu doe. Ik kan er wel lekker over praten, maar ik realiseer me dat het misschien ook iets meer in doen zit. Oké, dank. En we gaan heel even een intermezzo doen, want ik wil deze vraag ook stellen aan het publiek. In alles wat er gezegd is door Julia of Frank, welke pijl heeft je geraakt? En wat zegt het over jou? Zoek je buur op of degene die achter je zit en ga even 5 minuten uitwisselen. Wat heeft je geraakt en wat zegt het over jou? Vraag ook door. Dus als je hoort van ja, dit heeft me geraakt. Wat betekent het voor jou? Wat zegt het over jou dat je hierdoor geraakt wordt? Rond hem maar een beetje af je gesprek. Rond maar af. Ga maar richting afronding. Rondje. Maak je zinnen nog even af. En ja, de reflectie is belangrijk omdat we hiermee, en zoals jullie dat nu ook hebben gedaan, de projecties die we neerleggen op een ander, bij een ander weer terugpakken op onszelf. We hebben ook een aandeel in hoe het conflict ontstaat. Dus nu zou ik eigenlijk toe willen naar de volgende stap. En dat is, hoe gaan we er nu mee verder? Dus als je hoort van oké, meer waardering, dat is wat ik mis, wat ik nodig heb. En ja, ik heb toch wel wat te doen, zeker ook met de volgende generaties te komen. Ja, wat ga je daar dan mee doen? Als het gaat over werken met de verschillen in de verschillende generaties, projecties teruggenomen op jezelf. Nou, zou jij er wat over? Ik beginnen? Ja. Ik ga ophouden met te klagen over je. Daar ga ik gewoon mee stoppen. Weet je... Want ik klaag over je en dan spreek ik mijn waardering niet uit. Maar sommige dingen waardeer ik heel erg. En als ik echt heel erg eerlijk ben, ben ik ook wel een beetje jaloers op. Ik ben opgevoed met van hard werken gaat niemand dood. Ik weet niet of er meer mensen zijn die zin herkennen. En ik zie aan jou, ik ervaar aan jou. Er is meer in het leven dan werken. En wat ik ook heel erg meeneem is zo de vanzelfsprekendheid die ik in mijn bestaan heb. Van ik heb werk, ik heb een huis, ik heb het hartstikke goed. Het is goed om daar bewust van te zijn. En ook heel goed te realiseren dat dat echt niet voor iedereen zo is. En dat dat voor jullie generatie veel meer een uitdaging is. Dus ik ga eens even bedenken wat ik daar niet alleen over kan zeggen, maar ook in kan doen. Dank je. En ik ben blij met je als collega. Ja, ik ook. Dank je wel voor de mooie woorden. Ja, mooi. Ja, ik denk, wat ik hiervan leer is dat eigenlijk zijn jullie ook een generatie waar we heel veel van kunnen leren. Dus waar we dus ook advies van kunnen komen vragen en van kunnen krijgen. Dus dat neem ik ook zeker mee. Dat jullie zijn er niet alleen maar, jullie doen ook de dingen zoals ze dingen doen, omdat ze ook wel eens goed werken. Het is niet alleen maar shit. Het is niet alleen maar shit, oké. Okay. Dus er zit vast een kern van waarheid in. Daar wil ik ook graag van leren. Oké. Okay. Nou, dank jullie wel. Is het gesprek zo goed voor jullie? Kunnen we afronden? Ja. 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 Dankjewel. Ja, kom.